In 2008 startte Mark Verheijen, toen wethouder in Venlo, de onderhandelingen met Piet van Pol over de verkoop van een terrein in de binnenstad waar een bioscoop moest komen. Van Pol betaalde uiteindelijk ongeveer een ton minder dan de taxatiewaarde. Nou, nu blijkt, ontving Verheijen in 2011 campagnegiften van Piet van Pol, zo ontdekte Weekblad Elsevier. Bijna 7000 euro in totaal. Je mag als politicus mag je geld ontvangen van bedrijven of van zakenlieden. Je mag ook beslissingen nemen als politicus die heel erg in het voordeel zijn van een projectontwikkelaar. Maar als je allebei de dingen tegelijkertijd doet, ja, dan kun je in problemen komen. Althans, dat roept vraagtekens op. Vraag is natuurlijk of het een met het ander te maken heeft. Handig is het niet, want je laat al snel de schijn van belangenverstrengeling op je. Zie het dossier Jos van Rij. Dat de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol sponsor was van de VVD is al langer bekend. Maar dat Mark Verheijen persoonlijk een brief aan Van Pol, waarin om campagnegiften wordt gebedeld, ondertekende en er bovendien beste Piet boven zette, linkt Verheijen nu direct aan de omstreden projectontwikkelaar. Hij heeft mij zelf ook verteld dat ook justitie hem vragen heeft gesteld over die beste Piet-brief die hij in 2009 aan de projectontwikkelaar verstuurde. Justitie heeft de zaak klaarblijkelijk ook op het netvlies, maar heeft tot nu toe geen reden gezien om er meer werk van te maken. Verheijen wilde vandaag alleen schriftelijk reageren. Hij zegt niets verkeerd te hebben gedaan. Het vandaag verschenen artikel is feitelijk onjuist. De VVD Venlo heeft binnen de daarvoor gestelde wettelijke en partijregels fondsen geworven voor de VVD-campagne. En niet voor mij.